Mijn naam is Victor, achter de camera staat Gerard en wij gaan vandaag koeien voeren met wel een heel speciale zelfbouwmachine, namelijk een zelfrijdende voermengwagen. Waarom heet het Scoop? Het Scoop aan de zijkant. Mijn kinderen waren nog klein en toen heb ik de kinderen maar gevraagd. Weet jullie nog een leuke naam voor dat apparaat? Toen zeiden ze, Bob de Bouwer die heeft een Scoop, we maken er maar Scoop van. Dus we moesten eigenlijk een beetje ontstaan. Het liep een beetje aan tegen het steeds verplaatsen van de mengwagen en apart in Jelle wandelen naar de verrijker. De vrij lange sleepseloos dat we niet goed naast elkaar konden staan voor. En met aanzienlijke bijvoorbeeld oude ijzer zo aan de slag gegaan. Ja. En nou, zo eigenlijk op dit idee gekomen. Is een zondag begonnen met een oude trekker die er normaal voor de mengwagen stond. Met pan laten er langs kijken of we een beetje de draai konden krijgen. En of we er met de hoogtes uitkwamen. Destijds konden we niet verder met het bouwen van een nieuwe stal. En dus een beetje arbeid over nog. En we hebben gezegd van nou, we beginnen te lassen. Er wordt twee opdrachtwagenbodems op de kop getikt en een voerwagen. Nou, in het begin dachten we van, laten we niet te veel kosten maken, dus rustig gaan beginnen. En een oude trekker eronder, de cabine eraf gehaald. Toen moest natuurlijk de cabine aangesloten worden, dat was natuurlijk wel een hele klus, want dat was niet helemaal ons ding. We hebben wel iemand bij gehad die ons daarmee geholpen heeft. Ik wil eigenlijk niet het probleem hebben dat ik zondagsavonds een keer ding kapot heb dat ik niet kan voeren. Dus toen hebben we gezegd van nou, we maken het dus zo dat het niet vast zit aan de mengwagen. De mengwagen is compleet onafhankelijk. Als ding kapot is, zet ik de steunpoot eronder, slangen eraf, zet ik de gewone trekker ervoor en dan laad ik je met een verrijker. Nou, vond je het ook een hartstikke leuk filmpje? Geef hem even een dikke duim en een reactie hieronder. Vergeet ook vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal agritrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ik heb een beetje honger. Ik heb een beetje honger. Tot 12 uur. Het voer is gemengd. Dus het voer is gemengd. Voer is zo aanschuiven. Pensprikkel. 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 Het is een grap van de dag. Pensprikkel. Zou ik de eindgrap hebben? Wist je dat ook?